Nou, welkom bij Dani TV. En dit programma heet Prak bij Buckingham Palace. Ja. Ja, zo heet het uit. Nou, we gingen gisteren naar een pub en dat was heel leuk. En we zagen Jezus en Johnny Depp. Ja, Johnny Depp was er en dat was echt Jezus. Zo leuk. En, vertel meer over Johnny Depp. Zoom. Schatje. Nee, ik kan er alleen maar om lachen. Zo hilarisch. Je hebt wel de helemaal een beetje. Wat denk je? Nee, grapje. Was hij aardig? Ja, was hij heel beleefd. Maar sowieso alle jongens zijn hier heel beleefd. Ja, ik ook, hè. Ja, vooral Dennis. Ja. Waarom is de regisseur aan het praten? Nee, ik voel niet in beeld. Ga weg. Mijn lippen zijn gewoon nog donkerrood van die wijn. En het is sneeuw. Terwijl ik heb nog twee keer tandjes weer. Nou, we hebben wodka gedronken. We? Ja, Oké, wij gaan iets in de kantel. Want dan kunnen we het zien. Ja, is goed. Onderbreking van Dani TV. Yes. I'm sorry. Dit is de reclame. Ja, reclame voor wat dan? Nou, vandaag gaan we weer naar huis. En dat zijn één kant best als ik maar niet ga poetsen. Ja, precies. Ik ben heel bang dat ik echt... Want vorige keer was het heel mis. En nu zijn we heel erg brak. Dus het kan alleen maar erger worden. Als ik nuchter al zo misselijk ben. Ja. 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 Dus. En ik heb pijn aan mijn hart. Waarom heb je pijn aan je neus? Oh ja. Ik viel van de trap. In het hostel viel van de trap zo voorover. Op mijn neus. Ik kreeg een bloedneus. Maar ik kon alleen maar lachen, dus ik had toen niet echt pijn, weet je wel. Maar nu doet het echt zeer. Like hell. Oh. Nou, dat is paal van de neus. Ja, dat is paal van de neus. Oké. We hebben wel geconstateerd dat wanneer je heel veel drinkt, je echt heel goed Engels moet praten. Ik kan me zo verstaanbaar maken. Dat is echt ongelooflijk. Ja, vertel heel eventjes hoe jij je voelde toen aan het begin van de avond. Hoe voelde jij je met Engels? Hoe kon jij... Nou, mijn Engels is niet zo goed, dus ik zat daar een beetje tussen. Jij was lekker aan het praten en Tessa ook al en alleen. Dus ik zat daar zo dus van ja. Maar ja, met een paar wijntjes op gaat het vloeiend. Hè? Jansen. Ja. Zwijnen of zo. Zwaai naar de kijkertjes. Wauw. Mijn moeder mag dit niet zien. Nee, als we dat filmpje van gisteravond maar missen, dan verder maakt het me niet uit. Mieke gaat in beeld en dan zo. Even zwaaien, Mieke, jongens. Mieke, wil jij nog even wat zeggen voor de camera? Op Dani TV. Nee. Mieke stikt meteen. Kom aan, even in beeld, jongens. Nou, kom op. Dit zijn... Kom op, Dani TV. Duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Oh, peace. Nou, ja, nog leuker. Duimpjes omhoog, jongens. Kom op. Mieke, doe mee. Kom op, Mieke. Duimpje omhoog. Geef ons een duimpje. Goed zo. Ik dacht dat het er meer waren. Valt het je tegen? Ja. Nu al? Nee, het valt me niet tegen, maar ik dacht echt dat het er 100 waren. Daniëlle, doe ze dit iedere dag? Ja, volgens mij wel. Echt? Ik weet niet. Waarom? Nee, toch? Nou, moet je eens kijken, wat een poppenkast. Kijk dan. Dat doen ze echt niet elke dag. Ik kan het wel. Ik ben zelf een poppenkast. Zeg maar, jij doet een beetje Duits. Ja. Wat vind jij hiervan, Charlotte? Ja, ik vind het hier heel erg leuk. Hoogstaand, hè? Ik ben niet zo heel goed te pas, maar... Jij? Nee, ik hou niet zo van als je dichtbij filmt eigenlijk. Ga dan iets naar achter staan. Goed zo. En? Ik kan je nu toch niet meer verstaan. Huh?